Duizenden mensen rijden er dagelijks met hun auto overheen. Enkele weten ook echt waar ze overheen rijden. Onder de Van Brienenoordbrug in Rotterdam ligt het eiland Van Brienenoord. Een groene oase van rust midden in het stedelijke gebied van Rotterdam. De afgelopen 1,5 jaar werkt de aannemerscombinatie van de Ven, Martens en Van Oord in opdracht van gemeente Rotterdam aan het natuurvriendelijker, aantrekkelijker en beter bereikbaar maken van het eiland Van Brienenoord. We staan hier nu aan de zuidzijde van het eiland Van Brienenoord. Dit hebben we deels afgegraven zodat er meer natuurvriendelijke oevers ontstaan. Hierdoor krijgen bijzondere planten en diersoorten meer ruimte om zich te vestigen. Vanuit circulair oogpunt vind ik het heel mooi om te zien dat de grond die we hierachter hebben vrijgegraven, hebben kunnen hergebruiken in de nieuwe westpunt van het eiland. Hier aan de oostzijde op het eiland hebben we een getijdenpark gerealiseerd. Dat betekent dat de lager gelegen delen droog komen te liggen bij eb en bij vloed juist onder water komen te staan. Bijzonder aan dit deel van het eiland is ook de strekdam die hier is aangelegd. Deze zorgt ervoor dat de achterliggende natuurvriendelijke oevers beschermd worden tegen de sterke stromingen die soms in de Maas kunnen optreden. Het eiland heeft ook een nieuwe inrichting met nieuwe wegen, wandelpaden, een drijvend vlonder en een loopvlonder gekregen. Daarnaast hebben we 2 nieuwe toegangsbruggen naar het eiland gerealiseerd. Dit is de Bisschopbrug. Deze brug heeft een beweegbaar deel van 16,5 meter en een totale lengte van 63 meter. De oude brug hebben we gesloopt en vervangen door deze vaste brug met een lengte van 70 meter. Ik ben enorm trots op het behaalde resultaat. We hebben 1,5 jaar lang hard gewerkt en er veel energie in gestopt. Het is super om te zien dat we dan dit resultaat hebben bereikt. We staan hier op het eiland Van Brienenoord in de gemeente Rotterdam. De afgelopen 1,5 jaar hebben we hier hard gewerkt om het eiland natuurlijker te maken. Het belangrijkste doel was meer ruimte te geven aan de rivier, geen stenige oevers. Het resultaat, ja, dat kun je op het eiland zien, dat zijn die schuine aflopende oevers waar eb en vloed vrij spel hebben, waar de natuur zijn gang kan gaan. Het project is gerealiseerd mede in opdracht van Rijkswaterstaat, uitgevoerd door de aannemerscombinatie waar we de afgelopen 1,5 jaar prettig mee hebben samengewerkt. Ja, zelf vind ik het eiland erg mooi geworden. Onze ontwerpers die hebben echt een mooi ontwerp gemaakt wat we met z'n allen hebben gerealiseerd. Je ziet ook dat het veel drukker geworden is op het eiland en ik zou iedereen ook willen uitnodigen om vooral een kijkje te komen nemen.